deze shoplog. Als allereerst kwam ik deze trui tegen. En deze had ik nog niet eerder gezien. Deze hebben ze nieuw volgens mij. En dit is met een mooi kantenpatroon op de voorkant. Ik vond hem wel heel erg leuk. Ik vond deze kleur niet zo leuk, maar toen zag ik dat ze hem ook in het wit hadden. En toen dacht ik, hé, dat is eigenlijk wel heel erg leuk. Het is een losvallend model. Zo ziet hij eruit. Met een, zoals ik al zei, met een leuk kantpatroontje op de voorkant. En zo ziet de trui eruit wanneer ik hem aan heb. Het is een gewone, het is een dunne trui van een dunne stof. Maar hij heeft een gewone lengte. Het is geen nauw sluitende trui. Maar wel eentje die gewoon een beetje lekker los zit en onderaan gewoon wat strakker zit. De mouwen zijn wel vrij kort. Ik heb een, ik had eerst een S'je, maar die zat helemaal, ja, daar kreeg je zo'n rare vorm in. Dat die onder heel strak zat en... ja, boven zat hij dan ook niet helemaal mooi. Het is wel echt een aparte trui, omdat hij gewoon zo wijd loopt, zeg maar. En dan per figuur scheelt het heel erg hoe die staat. Dus mij stond een S'je niet zo heel erg mooi. Ik heb daarna een emmertje gehaald. Dit is dus een emmertje. Alleen de mouwen die blijven vind ik persoonlijk vrij kort. Ik ben 1,74 meter. Dus ja, ik ben iets langer dan gemiddeld, denk ik. En dan zijn de mouwen voor mij persoonlijk toch wel heel erg vrij kort. Maar hij zit daarnaast wel echt super lekker. En ik vind hem ook gewoon hartstikke leuk staan. Het is een mooie off-white kleur. Het is niet helemaal wit, maar het is meer een beetje crème. Ja, crème. Heel licht, zalmachtig. Dus ik vind het wel een hele leuke trui. En ja, hij zit ook gewoon heel erg lekker. En hij kost daarnaast gewoon maar 7 euro. Ik had voor de KVJ ook nog wat lekkers meegenomen. Dit zijn van die sticks. En die vindt hij altijd wel heel erg lekker. Dan verwend ik hem er soms mee en deze kostte 59 cent. Ik ben zelf niet gelovig, maar als ik een geloof moet uitkiezen waar wat het dichtst bij mij aan zou sluiten, dan zou dat denk ik toch wel het boeddhisme zijn. En toen kwam ik dit boek tegen en toen dacht ik, dit lijkt me eigenlijk wel een heel interessant boek. Het heet De Essentie van het Boeddhisme. Ik vind het boeddhisme gewoon een heel mooi geloof, wat heel erg dicht bij jezelf ligt. Althans, wat dicht bij mij ligt. En ja, ik hoop hier gewoon verschillende levenslessen uit te kunnen halen. En daarnaast gewoon wat informatie te kunnen lezen over het boeddhisme. Want ik weet er wel wat van af, maar nog niet ja, echt de kern. En daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Dit boek kostte ook maar 2 euro. Toen kwam ik bij de dagcremes en dergelijke en bodylotions en zo. En toen zag ik deze primer van L'Oréal, van de Skin Perfection lijn. En ik heb veel over deze lijn gehoord, met name door wat jongere bloggers, zeg maar. Die zijn er eigenlijk wel heel erg enthousiast over. En toen zag ik deze primer en toen dacht ik, hé, die wil ik eigenlijk ook wel proberen. Hij kost 3,95 en het is gewoon een primer voor alle huidtypen met 15 ml product erin. En dan zit het vervolgens gewoon in een tubetje. Heel raar. Ik dacht in het begin dat dit echt iets van oogbalsem of zo zou zijn. Omdat je ook echt een ronde dop hebt. Maar goed, het zit gewoon in een tube. En daarmee lijkt het mij wel prettig werken. Dus ik ben hier heel erg benieuwd naar. Ik zag overigens ook dat ze hier de BB cream van hadden. Maar die hadden ze bij mij in het filiaal waar ik ben geweest. Hadden ze hem alleen in de kleur medium. En ja, ik dacht dat is denk ik iets te donker voor mijn huid. De verpakking was ook gesealed, dus ik kon ook niet kijken. Dus die heb ik maar niet meegenomen. Maar ja, misschien wellicht als ze hem in jouw filiaal ook hebben in light. Dat je daarna zou kunnen kijken. Want het lijkt me wel een hele fijne BB cream ook. Ook kocht ik een lekkere body lotion. Ik vind de body lotions van Dove altijd heel erg fijn. En bij de Action kun je ze gewoon voor een klein prijsje scoren. Body lotion kost 2 euro. En dit is een voedende body lotion. Even kijken voor de normale huid met... het is de Silky Shimmer. Dus met hele kleine glinsterende deeltjes erin. En ik vond hem gewoon ontzettend lekker ruiken. En heel vaak zie ik altijd body lotions voor de droge huid. En ik heb zelf een normale tot gecombineerde huid. Dus voor een droge huid, body lotions zijn voor mijn huid gewoon echt veel te vet. Dus mocht je net als mij ook een normale huidtype hebben, ga dan even kijken bij de Action. Want daar hebben ze ook gewoon body lotions voor de normale huid. Dus super fijn. En gewoon niet duur daarnaast. Ook verkopen ze al een tijdje bij de Action aanmerken zoals Max Factor en ja, ook Calvin Klein, dat soort producten. En van die bakken die je ook altijd bij de Big Bazaar zag, die hebben ze nu ook bij de Action. En ik was daar weer een beetje in aan het kijken. En toen zag ik deze lipstick van Maybelline in de kleur 23 Iced Tea. En het leek me echt een hele mooie kleur. Maar toen ik thuis was en ik haalde de verpakking eraf, dus zeg maar de strip die eraan vast zat, stuk plakband, toen zag ik helaas dat de lipstick een beetje stuk was, want hij zat namelijk in de dop vastgeplakt. Ik heb hem eruit moeten pulken om het zo maar te zeggen en nu heb ik hem, ja, zit hij wel weer in de huls. Maar hij is wel beschadigd. En daarnaast vind ik de kleur toch iets minder dan ik gehoopt had. Hij bevat heel veel shimmer en ja, dat vind ik wel jammer. Ik had een mooie nude kleur verwacht en daar had ik ook op gehoopt. Maar deze bevat toch ergens wel heel veel shimmer. Maar goed, gelukkig was die niet mega duur. 2,39 euro heb ik ervoor betaald. En ja, misschien dat ik hem nog ga dragen, maar ik
Denk het niet. En als laatste kocht ik nog 2 nagellakjes. Ik ben dol op de Maximoor nagellakjes. Ik vind ze echt ontzettend fijn. Blijven goed zitten. Ook redelijk lang zitten. Ik denk dat ze bij mij wel 2 dagen blijven zitten zonder te chippen. En ja, ik heb gewoon hele broze nagels waarbij je dat niet snel voorkomt. Vaak gaan ze naar 1. En anders na 2 dagen ook al chippen. Dus op zich vind ik het echt goede nagellakjes. Ze dekken ook echt super goed. En dus nam ik deze 2 kleuren mee. Een mooie rode en een shimmerende kleur. Een kleur met allemaal glitters. Deze kleur heet Colombian Red. Een hele mooie rood tot donkerrode kleur. En dit is Metal Party. En er staat niet op dat dit een topcoat is. Dus ik ben heel erg benieuwd of je deze ook echt als gewone nagellak kunt gebruiken. Dus niet per se als topcoat. Ik ben namelijk nog echt op zoek naar een nagellak, een mooie glitternagellak die je gewoon kunt aanbrengen. Zonder dat je hem echt als topcoat hoeft te gebruiken. Dus dat hij heel goed dekt als nagellak. En de nagellakjes van de Action kosten 49 cent per stuk. En dat waren mijn aankopen alweer die ik had gedaan bij de Action. Ik ben heel erg benieuwd welk product jij het leukst vond uit de shoplog. Laat het me weten in de reacties. En dan wil ik je bij deze weer heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te liken en te abonneren wanneer je dit nog niet had gedaan. En dan zie ik je heel graag de volgende keer weer. Doeg!